Wil jij graag werken aan leuke tv-programma's, ook als je nog niet zoveel ervaring hebt? Word dan vrijwilliger bij RTV Ronde Venen. Als lokaal nieuws je interesseert en je daar graag verslag van wil doen, zit je bij ons op de juiste plek. Doe iets met je passie of je talent en sluit je aan. Festivals, Stiletto Run of de Cross van Apkoude, ik ben erbij. En vandaag sta ik bij de casting van de Miss Beauty of Utrecht verkiezing en ga kijken wie de nieuwe finalisten worden. De omroep van de Ronde Venen zoekt voor het tv-programma Nieuwsronde op korte termijn al interviewers en cameramensen. Maar ook video-editors, redactieleden, radiomakers en pbo-leden. Lijkt het je wat en heb je een paar uur per week over? Check rtvrv.nl of mail naar info@rtvrondevenen.nl. Sluit je aan! Deze week in Nieuwsronde... De eerste maand zonder mobiel op school, de vitaliteitstest voor senioren, het Sportgala 2023 en de Dorpskerk Apkoude onder handen genomen. Ook het Meidrechtse VLC heeft het mobieltje in school in de ban gedaan. We zijn de maand verder en vragen naar de ervaringen. Net voor dat schooljaar kwam inderdaad het ministerie met het dringend advies om de telefoontjes te weren in de klaslokalen. Hè, omdat leerlingen snel afgeleid zijn, de lessen niet goed volgen. Wij hebben gekozen om dat per 1 januari, of dat de school weer begon, om dat in het hele schoolgebouw te weren voor beide locaties. Het is moeilijk. Maar ik merk ook wel dat ik beter aan het leren ben en beter concentratie heb. Maar waarom vind je het moeilijk? Als je het lokaal wil zien of zo, of iets van verandering, dan is het wel handig om je telefoon te hebben. Ik vind het een onzin. Ik vind het echt niet nodig. Nee, ik ben meerdere keer te laat omdat ik niet weet welke les ik heb of welke lokaal. Ik vind het wel nodig, speciaal als iets nodig is qua huiswerk of leerwerk, vind ik wel nodig dat ik het snel kan checken en weten. Maar daarom vind ik het een onzin. We hebben er wel echt wat over gediscussieerd, eventueel regels doorgenomen. Maar uiteindelijk zijn we met z'n allen eens geweest over dat het telefoonverbod ook hier moet komen. En dan met specifieke regels. Dus ook tijdens je tussenuren niet op je telefoon, in de pauzes niet. En dat was voor ons allemaal, denk ik, de beste optie. Eigenlijk zien we dat leerlingen erg goed meewerken. En er zullen natuurlijk echt wel een aantal leerlingen zijn die het wat moeilijker hebben. Je ziet af en toe stiekem een laptopje. Hè, en dan zeg ik, lieve schat, is ook niet de bedoeling. Want als je zit te werken, prima. Maar het is niet de bedoeling dat je daar nu op zit te chatten of filmpjes zit te kijken. Het is altijd eventjes wennen natuurlijk, zo'n nieuwe regel. Hoe gaat dat landen en hoe de leerlingen dat oppakken? Maar het is eigenlijk heel soepel, heel makkelijk gegaan. Gebeurt natuurlijk wel eens dat telefoons ingenomen worden. Maar als je bij ons op de gangen loopt, dan zie je de telefoons eigenlijk niet. Wat vinden jullie ervan dat de telefoon nu helemaal weg moet? Ja, eigenlijk wel chill ook, want nu praat je ook meer met elkaar in de pauzes en zo. En ja, je bent gewoon socialer. Ja. En wat vind jij? Ik vind het ook wel fijn in de pauzes en zo, want anders zit iedereen op zijn telefoon. Maar ik vind het ook heel onhandig, want als je dan wil kijken welk lokaal je hebt, dan gaat dat niet meer zo makkelijk. Wat ik nu zie is dat leerlingen ook weer spelletjes mee naar school toe nemen. We hebben ook tafelvoetbaltafel neergezet. Airhockeytafel staat in de aula. Dus daar zie je allemaal spelletjes mee gebeuren. De kaarten worden weer meegenomen naar school. Dus ja, dat zijn wel tekenen dat ik veranderingen zie. Maar in de voorjaarsvakantie gaan we kijken van... loopt dit nou goed en zijn er aanpassingen nodig? Ja, en dat zal in de details zijn. Maar, ja. Nou, ik merk wel dat ik minder mensen op mijn telefoon zie natuurlijk. Maar voor de rest ook niet echt. Want met wie ik altijd sta, zit ook nooit op mijn telefoon dus. Deze eerste maand is net voorbij. Hoe ervaar je het? Ja, op zich, aan de ene kant is het wel echt moeilijk. Want je mist je telefoon gewoon. En het is ook bijvoorbeeld soms op school. Bijvoorbeeld, er is nu een toetsweekrooster boven aan de muur opgehangen. En dan wil je er een foto van maken. Maar ja, dat kan helemaal niet. Mijn concentratie is wel toegenomen. Maar dat is zeg maar niet omdat ik zelf heel veel op mijn telefoon zat. Maar anderen zaten dan veel op hun telefoons, waardoor ik niet echt vaak dingen kon vragen aan anderen en overleggen en zo. En dat. Okay.
Dus jullie staan er over het algemeen gewoon positief in? Tevreden in? Ja. Oké. En wat vind jij ervan? Ja, gewoon onnodig ook. Ik snap niet waarom. Ik bedoel, het is een reden, man. In de les moesten we toch al in zo'n telefoonbak doen, dus dan snap ik niet waarom we nu helemaal niet mogen. Dus, ja. Maar is dat niet bij jou, want jij zegt, ja, ik moet me voorbereiden op naar waar ik naartoe moet. Maar dan is toch meer iets voor jezelf dan? Dat je, voordat je de school in gaat, even goed gaat kijken? Nee, echt niet. Nee, als ik naar binnen loop, dan kijk ik welke mijn rooster is en dan kijk ik, ja. Maar ik vind het wel nodig om te kijken welke mijn les en welke lokaal ik heb. Ja, ik hoor wel veel leerlingen over klagen van, ja, dit is echt, ik kan mijn rooster niet checken, ik kan geen foto maken, niks, het is saai. Maar ja, aan de ene kant, weet je, je herinnert vast wel wat je rooster is. En anders, leraren doen echt niet boos als je 2 minuten te laat bent, omdat je je lokaal niet kon vinden. En is de concentratie verbeterd? Nee. Nee, want je kan gewoon op je laptop kan je gewoon alles doen wat je ook op je telefoon kan doen. Dus ik kan gewoon TikTok kijken en YouTube. Ik kan gewoon hetzelfde doen. Dus, maakt niet echt een verschil uit qua dingen doen tijdens het les. Want hetzelfde kan je doen op je laptop dan op je telefoon. Ik vond het wel handig. Ik vond het leuk om te weten van hoe je qua energie en zo erin staat. Dus ja. Bijna 100 senioren zetten in het Veenbeidebad hun beste beentje voor bij een vitaliteitstest. Je wordt toch iets ouder, je wordt iets minder flexibel soms. Er gaan dingen gebreken, je botmassa neemt af, je spiermassa. En om toch te zorgen dat dat stofje endorfine lekker blijft werken. En waardoor je gewoon lekker in je vel zit en beter gaat slapen. Waardoor je ook weer door het bewegen eigenlijk in een heel goed en natuurlijk ritme komt. U heeft net uw advies gekregen na de test succesvol te hebben afgerond. Hoe heeft u dit ervaren? Heel leuk. Ik was wel benieuwd hoe ik er zelf in stond, maar dat is best nog wel goed. Bent u veel bezig met beweging in het dagelijks leven? Ik werk nog dus dan, en ik zwem ook nog, dus dat gaat wel goed. Ja. En uw advies was dan recht zo die gaat of heeft u toch een nuttige tip gekregen? Ja, wel de valpreventie tip. Als je ouder wordt, dat je ook leert hoe je vallen moet. Nou ja, dat vind ik wel handig. U heeft net een reactietest gedaan. Wat moest u precies doen? Zo snel mogelijk alle blauwe lampjes aantikken. Reactie. En hoe was dat om te doen? Nou, ik denk ik maak er helemaal niks van, maar ik had er toch 32 en dat was redelijk boven gemiddeld. En wat maakt het zo lastig? Hersenwerking. En als je wat ouder wordt, wordt de hersenwerking wat minder. De spierkracht gaat wel, maar de hersenwerking wordt wat minder. Is het puur het meten van hoe gezond iedereen is of zit er meer achter? Nou, het oorspronkelijke doel is om mensen te stimuleren te gaan bewegen. En het is heel leuk om voor jezelf te weten van waar sta ik. En er zijn dan bijvoorbeeld testen voor kracht. Als je dan merkt dat je daar misschien een beetje ondergemiddeld scoort, dan krijg je misschien een advies om wat meer richting krachtsport te gaan doen. Een reactietest. Als je denkt van, nou, dat kan beter. Is misschien een badminton of iets dergelijks, een balspel weer een leuke manier om dat een beetje te trainen. Mensen worden er bewust van gemaakt van hoe sta ik erin. U heeft net een hoop stappen gezet. Heel veel stappen. Het leek bijna de Domtoren beklimmen. Stap voor stap, maar voor het goede doel. Ik vind dit heel, heel erg leuk. Het is de eerste keer voor mij. Zou u dit aanraden aan uw vriendinnen? Absoluut, absoluut. Waarom zou je over je auto wel jaarlijks eventjes omkijken en voor jezelf en gewoon de test en hoe sta ik ervoor, wat zijn de waarden en ja, wat zijn de scores voor diverse onderdelen, zou ik zeker doen, ja. U heeft net uw ogen opgemeten gekregen, wat gebeurde er precies? Ja, ze meten je oogdruk, een spuitje met luchtdruk komt er op je oog en aan de hand daarvan kan die waarschijnlijk meten hoeveel druk je op je oog hebt. Gezondheid van de ogen heeft ook met fitheid te maken. En daarom meten we de oogdruk. Daar kan je aan zien, net als de bloeddruk bij de mensen, dat niks onder de leden zit. En dat voor glaucoom en dergelijke is dat heel belangrijk. Nou, we zitten hier bij het laatste station. Wat gebeurt hier? Aan de hand van wat goed gaat, stimuleren we mensen daar
in blijven door te gaan. Hè. Mensen doen daar vaak iets voor, hè, dat iets goed gaat. En dingen die minder gaan, dan komen we ook met adviezen van wat ze zouden kunnen doen om toch datgene wat minder gaat iets beter weer te krijgen. Tijdens een zeer druk bezocht sportgala zijn vrijdagavond 26 januari de winnaars voor de sportverkiezingen 2023 bekendgemaakt. De herhaling kun je nog zien tot zondag 4 februari op RTV Ronde Venen. Van zo'n mooie avond als vanavond. Het is een avond waarop de sport centraal staat. En we gaan de sport dus een beetje in het zonnetje zetten. Ja, wij hebben hem getest, die microfoon. Bedankt, nee, bedankt, bedankt. De sportman van het jaar 2023 is geworden... Niels Immerseel. Nou, het lastige is natuurlijk dat je niet prestaties met elkaar één op één kan vergelijken. En dat is ook het mooie van deze avond, dat je ook zal zien dat binnen elke categorie er verschillende soorten sporten en ook verschillende prestaties onder de aandacht worden gebracht. Ik denk dat dat voor een avond als deze het allerbelangrijkste is. Het gaat niet per se om de winnaars, maar het gaat om dat we met elkaar vanavond de sport vieren. Ben je nerveus? Ja, een beetje. Ja. Hoe komt dat? Gewoon groot publiek hier op het podium. Nee, niks voor mij. De sportvrouw van het jaar 2023 is geworden Janneke van der Meulen. Dames en heren, het sporttalent van het jaar 2023 is geworden Michiel Maurits. Zijn jullie een beetje aan het genieten? Zeker. Hebben jullie al dorst? Ja. Ja, hè? Ja, ik ook. Wat voor soort plannen maak je en wat zijn de plannen voor 2024? Ik zou vanavond aandacht willen vragen voor de verenigingsondersteuning die wij als gemeente kunnen aanbieden. Dus als je als vereniging ergens mee zit of er niet uitkomt, kun je bij de gemeente aankloppen en dan kunnen we kijken of je kan helpen. Hey jongens, en wat vonden jullie het leukst afgelopen seizoen? Mee op de hockey, ja. Mee om te hockeyen, ja. En welke plek in het veld sta je? HFM in Mijdrecht. HFM in Mijdrecht. Hey, en sta je dan dicht bij het doel of sta je achterin als verdediger? In de middenkant. In de middenkant, lekker middenvelder. Jij bent gewoon een soort blok. Zorg ervoor dat er niemand langs kan. En je hebt ervoor gezorgd dat er niemand langs kan, want jullie hebben alles gewonnen. Ja. Hoe was dat? Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. En hoop je vanavond ook te winnen? Ja. Maar je hebt eigenlijk al een beetje gewonnen, hè? Ja, Maarten, het is de allerlaatste uitreiking van vanavond in de categorie Sportploeg 2023. De sportploeg van het jaar 2023 is geworden FC Epaulen. Ook in de prijzen vielen Jan Bakker als sporter 55+ en Rob van Zijtveld als sportvrijwilliger. De herhaling van de sportgala is nog te zien tot en met zondag 4 februari. De dorpskerk Apkoude krijgt een nieuwe vloer. Alles gaat eruit, inclusief grafstenen. Met ook een nieuwe vloerverwarming maken ze een grote slag in energiebesparing en duurzaamheid.
Deze kerk is de oudste kerk van de gemeente De Ronde Venen. En ook een van de oudste monumenten in de provincie Utrecht. Dus daar moeten we met z'n allen wel heel zuinig op zijn. We willen proberen de kerk een stukje te verduurzamen. Want we hebben hier een probleem met het klimaat in deze kerk. Het is vaak in de winter koud. En daar zitten we dus ook mee. En de andere reden is dat wij geconfronteerd zijn in de afgelopen tijd met behoorlijke verzakkingen in het middenschip van de kerk. En er komt zelfs vloerverwarming erin. En dan komt er eerst een betonvloer over de gehele zijbeuken, dooptuin en het gedeelte van de kerkzaal. Mm-hmm. Als dat compleet is, dan wordt er weer geïsoleerd en daar komt de vloerverwarming op. Het wordt comfortabeler, wat enorm belangrijk is. Want weliswaar zijn op zondag hier de diensten van een uurtje. Maar de kerk wordt natuurlijk veel meer gebruikt. Behalve de kerkelijke functie ook een maatschappelijke functie. Een culturele functie, sociale functie. En de volgende generaties, die willen we dat doorgeven. En die willen we er ook enthousiast voor maken. We willen eigenlijk heel graag dat deze kerk van het hele dorp is. En dat zie je in toenemende mate. Er zijn hier concerten, veel concerten zijn hier. Er zijn hier trouwerijen, begrafenissen van mensen uit de kerk of van daarbuiten. De vrijwilligers hebben het grote oppervlak in het midden van de kerkzaal. Plus de zijbeuken, een stuk weggehaald. Er is enorm veel gedaan door de vrijwilligers. En die hebben ook geholpen, dat heeft Nick ook verteld. Om de aannemer te ontlasten op klussen waar we onze eigen handen kunnen inzetten. We hebben een grote club met vrijwilligers die alle dagen hier beschikbaar is voor de dingen die ook moeten gebeuren. Tegels afbikken, inpakken van het orgel of de piano. En dat scheelt natuurlijk ook. In 1970 is echt heel grondig hier gerestaureerd of gerenoveerd eigenlijk in de kerk. Waarbij ook bijvoorbeeld de fundering van de kerk aangepakt is. Met grote blokken beton waar een riolering, een funderingbalk naar buiten doorloopt. Dus buiten is er geheid, binnen is er geheid, daarna is de nieuwe fundering. Als dit niet in orde was gekomen, dan was het nog maar de vraag of de kerk overeind blijft. De kerk had wel overeind gebleven, dat denk ik wel, maar niet in deze staat. In die tijd zijn ook de grafzerken verwijderd. Klopt dat? Dat klopt. Ja, we hebben nog wel stenen liggen die daarna die tijd verwijzen. En wij worden natuurlijk ook aangesproken door mensen die het spannend vinden. Van als jullie nu gaan graven, wat vind je allemaal? Vind je misschien een gang of vind je nog resten? Ik moet iedereen wat dat betreft een beetje teleurstellen. De renovatie in de jaren 70, die is grondig gedaan. Toen zijn ze tot 2 meter diep geweest en hebben eigenlijk alles uitgegraven. Dus wij komen vooral nog wel eens wat tegen uit de jaren 70. Maar van daarvoor eigenlijk niet. Ik zie hier geen extreem grote vochtplekken. Ik zie hier geen pleisterwerk dat eraf komt. Ik zie hier heel weinig scheurvorming. En dat is heel belangrijk. Er is een nieuwe dominee. Die is 10 december begonnen. Ook door RTV De Ronde Venen geïnterviewd, Arnoud van der Deyl. En hij krijgt 5 jaar de ruimte om te pionieren. En te kijken hoe de kerk ook in een moderner jasje de jongere generaties kan aanspreken. En de verbinding met de lokale gemeenschap letterlijk en figuurlijk kan maken. Wij hopen dat wij met Pasen de kerk weer gewoon in gebruik hebben. Dit was Nieuwsronde van deze week. Heeft u ook nieuws te melden? Laat het ons weten via redactie@rtvrondevenen.nl.
Wil jij graag werken aan leuke tv-programma's, ook als je nog niet zoveel ervaring hebt? Word dan vrijwilliger bij RTV Ronde Venen. Als lokaal nieuws je interesseert en je daar graag verslag van wil doen, zit je bij ons op de juiste plek. Doe iets met je passie of je talent en sluit je aan. Festivals, Stiletto Run of de Cross van Apkoude, ik ben erbij. En vandaag sta ik bij de casting van de Miss Beauty of Utrecht verkiezing en ga kijken wie de nieuwe finalisten worden. De omroep van de Ronde Venen zoekt voor het tv-programma Nieuwsronde op korte termijn al interviewers en cameramensen. Maar ook video-editors, redactieleden, radiomakers en pbo-leden. Lijkt het je wat en heb je een paar uur per week over? Check rtvrv.nl of mail naar info@rtvrondevenen.nl. Sluit je aan!